ik nog wat. Kom je wel in, denk ik. Is dit je eerste nominatie? Dit is mijn eerste nominatie, tenminste voor mezelf. Wel met Simon natuurlijk, speelfilm die toen 5 Kalveren gewonnen. Maar dit is mijn eerste nominatie voor mezelf, ja. Heeft Koos al gebeld om te feliciteren? Ja, ik kreeg meteen een sms van hem. Ja, dat was heel erg leuk. Ja. Nou, heel veel plezier in ieder geval. Oké, dankjewel. Eer is gered van Dushka. Nou ja. Door jou. Ja, zo kun je het noemen, maar... Ik vond het eerlijk gezegd belachelijk dat hij niet als beste film en als beste regie genomineerd was. En als beste hoofdrol, mannelijke hoofdrol. Vond jij dat ook? Helemaal mee eens. Vond Jos dat ook? Ja. Ja. Is hij er al overheen? Ja. Hoe was het om met hem samen te werken? Geweldig. Ja. Een enorme... Enorme ervaring. Gewoon een hele bijzondere ervaring. En we zijn ook goede vrienden geworden. Dat is natuurlijk nog leuker. Maar dan moet ik weg. Hè? Trots op Marcel? Ik ben heel trots. Ik ben heel trots. Ik ben ook zeer terecht dat hij dat gewonnen heeft, vind ik. Kijk, het is ongelooflijk moeilijk voor een acteur. Omdat Marcel privé een hele rustige, bedaarde man is. Om dan die knop te kunnen omdraaien naar zo'n hele drukke... Clean head, zal ik maar zeggen, die je moet zijn. Als je met 17 hetero's op pad bent om er allemaal onder controle te houden. En dat hij dan in één keer dan die energie kan opbrengen om dat te kunnen. Dan ben je een goed acteur. En daarom ben ik trots op hem dat hij het gewonnen heeft. En ook natuurlijk ben ik trots voor Herman. Ja. Dat is mijn partner in crime. En ik zeg, Herman jongen, vanavond neem jij maar zo'n lekker borreltje met Janis Joplin en Jimi Hendrix en André Hazes en allemaal die er nog meer bij zijn. Want Herman heeft hem ook verdiend vanavond. Ja. Het gala is nu in de jaarbeurs. Met consumptiebonnetjes. Is dat nou typisch allemaal film, allemaal Nederlandse film? Dit vond ik zo geestig toen ik binnenkwam. Ja, dat is heel erg Nederlands. Zo gaat het in Amerika niet, hè? Nou, maar zo gaat het nergens. Niet eens in België. Nee, dat is een beetje knullig, ja. Maar ja, zo hou je het wel goedkoop. Ja. Want dan moet je daarna gewoon gaan betalen. Ja. En misschien kost één glas wijn wel 5 bonnen in plaats van 1 bon. Je weet het niet. Nou, drink ze in ieder geval. Dank je wel. Het is nog niet op tv, dus dat is een beetje gek dat je wint voor iets wat nog niemand gezien heeft. Ja. Heb je het zelf wel helemaal afgezien? Ik heb het gisteren gezien, want ik dacht, ja, sowieso, we waren genomineerd voor beste drama. Ik dacht, ja, ik wil het gewoon zien, maar ik ben zo van het buitenland dat ik geen kans had gehad. En ik vond het echt geweldig. Het is echt zo leuk. Het is heel grappig. Het is heel vermakelijk. Het is spannend. Het is gewoon supergoed gescript en supergoed geregisseerd. Dus het is het kalf wel waard. Het zou lullig zijn als je zelf zoiets had van... Zelf weet ik dat niet nooit zo goed. Want naar mezelf kan ik wat dat betreft niet zo goed kijken. Maar vooral voor de regisseur en de schrijver en de producent vind ik het heel terecht. Ja. En voor Fetja. Heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Zijn jullie er blij mee met het gouden kalf? Ja, ik ben er heel erg trots op en ik ben er echt heel erg blij mee. En jij ook? Nou, ik wil hun erg feliciteren, want... Maar jij zat er toch ook in? Ja. Je bent zeker wel blij dat je dat niet de eerste film gewonnen heeft, maar de tweede film, want anders had jij hem niet gehad. Ja. Welke vond je nou eigenlijk zelf beter, stiekem? Deze of de eerste? Ik vind ze gewoon allebei... Ik vind gewoon dat het twee verschillende films zijn en ze zijn allebei gewoon heel mooi. Ja. Zijn je ouders trots? Ja, ik denk wel dat mijn ouders wel trots zijn. Ja? Je moeder, is dat je moeder daar? Ja, dat is mijn moeder in de rode. Bent u trots? Ze is trots. Ja, en mijn zus, dat is mijn zus. Die is, ook trots? Ja. Ook trots. Wauw, kunnen jullie nou nog wel over straat, jongen? Wat zeg je? Kan je nou nog wel over straat? Zonder de hele tijd herkend te worden? Ja, waarom niet? Ja? Nou, zolang je die maar niet meeneemt dan. Nee. Anders moet ik de hele tijd sjouwen, dat is heel erg zwaar. Ga je nu aan het bier? Wat? Ga je nu aan het bier? Nee. Oh, gewoon cola. Ik ben nog geen 18. Oh.